Lekker bij Jamie Bennett en we hebben weer ons... Toen video van gemaakt, alleen dat was toen met iets anders. Voor 220 bij 240. Echt heel erg blij met dit setje. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en het is nu 9:15. Ik ga nu onderweg naar Zoe, want we gaan echt iets heel erg leuks doen. We zijn eigenlijk echt al een tijdje, of nou niet echt op zoek, maar we houden af en toe een beetje kantoorpandjes en zo in de gaten. Want dat zouden we gewoon heel erg chill vinden om met z'n tweeën een kantoorpandje te hebben voor YouTube, Insta, video's maken, dat soort dingen allemaal. En Zoe die was van de week ergens de wenkbrauwen doen. En dat bandje komt dus vanaf januari vrij. En het is echt super mooi. Dus ik wil dat ook even zien in het echt. Want dan konden we akkoord geven of dat zouden jullie ja of nee. Dus daar gaan we zo meteen kijken. Ik heb een heel simpel outfitje aan. Even kijken of ik het aan jullie kan laten zien. Ik heb deze blazer aan van Alex Label met gewoon een trui eronder. Tasje van Jacques Mus. Spijkerbroekje. En mijn Toral laarzen. En als ik dan bij Zoe ben geweest, heb ik vanmiddag met Rosa afgesproken. Dus dat is ook gezellig, want die heb ik ook echt heel erg lang niet gezien. En nog iets anders heel erg leuks. Zoe en ik gaan 27 september naar Ibiza toe. Dat hebben we een paar dagen geleden geboekt. We gaan 4 dagen naar Ibiza om gewoon 4 dagen lang lekker voor foto's te maken, lekker te eten. Daar hadden we gewoon heel erg veel zin in. En we dachten, ja, nu kan het nog. Want in oktober word ik geopereerd. Dus het moet eigenlijk wel daarvoor. Over die operatie zal ik later nog wel meer vertellen. Maar vandaar dat we dus eind september voor 4 dagen naar Ibiza gaan. Daar heb ik super veel zin in. Het is over 3 weken pas. Dus dat duurt nog wel eventjes. Voor nu ga ik naar Zoe toe en gaan we het kantoor bezichtigen. Echt super veel zin in. Is back! Ja. We gaan even snel een fotootje maken. En dan gaan we lekker wat lunchen bij Joe and the Juice. Ik ga jullie even neerzetten voor wat content. We zitten lekker bij Jamie Bennett en we hebben weer ons favoriete lunchje besteld. Lekker burrattetje. Bon appetito. Yummy. Het is vandaag woensdag en al einde van de dag. Ik ga zo meteen gezellig met Dagmar en Hella uit eten. Echt super spontaan, echt heel erg leuk. Hella die zat vroeger bij ons op, in de klas op Zegbroek, op onze middelbare schooltijd zeg maar. En Dagmar gaat nog wel steeds best wel veel met Hella om. En dus we vonden het wel leuk om vanavond uit eten te gaan. Want ik stelde eerst voor aan Dagmar vanmorgen, van zullen we vanavond picknicken op het strand? Halen we gewoon allemaal lekkere dingetjes. Dat zei ze dus, we houden dus heel erg van oesters. En bijna niemand van die meiden uit onze groep houdt van oesters. Toen zei ze, ja, bij een restaurantje in Scheveningen is iedere woensdag iedere oester 1,50. Dus daar gaan we gebruik van maken. Ik heb net mijn make-up even gedaan, alleen mijn wimpers hier zijn niet helemaal gelukt. Dus dat zit een beetje irritant. Voor mijn gevoel ziet het er ook heel raar uit. Maar goed. Ik heb mijn nieuwe oorbellen in van Tar Willeby. Willeby. Denk je op Ibiza. En ik had dus een nieuw sportsetje ontvangen van Bow & T. Dat is dus het sportmerk van O'Polly. Dus ik dacht voor me ga omkleden, laat ik die nog even zien. Echt een super chill setje. Hij zit echt heel erg lekker. Hij zit ook best wel mooi, vind ik. En dit is hem op je rug. Vind ik hem ook echt heel erg mooi. Lekker kleurtje ook. Dus hier ben ik echt super blij mee. Hier heb ik de hele dag eigenlijk in gechilld, want ik heb de hele dag geen reet gedaan. Ik ga me nu even omkleden. Ik ga dat spijkerpak aantrekken wat ik gisteren op de foto heb gezet. Ik weet niet of ik dat eigenlijk heb laten zien. Maar die van de Zara, die ga ik aantrekken. Ik dacht maar eens nu Hella ophalen en dan gaan we lekker uit eten. Wie weet of je nog... Lekker sushietje, oestertje, calamaretje. Lekker een Pornstar Frozen. Dag maar, doe even een taste test. Oh, een taste test? Ja. Het is wat meer zuur. Zuurder? Zuurder, maar het is wel lekker. Het is vandaag zaterdag, een paar dagen later. Ik heb een paar dagen niet gefilmd. Ik heb ook echt geen reet uitgevoerd de afgelopen week. Maar er is net een pakketje binnengekomen van Juice Brothers. Dus ik ga dus maandag beginnen met een sappenkuur. Ze hebben mij allemaal sapjes opgestuurd. Ik ben heel benieuwd. Ik
Ik heb dit al een keer eerder gedaan. Daar heb ik toen een video van gemaakt. Alleen dat was toen met iets anders. Er zit een groene in. Oranje. Oh, die lijkt me wel lekker. Gele. En rode. Die moet ik dus nu 2 dagen in de koelkast leggen. Want dan ontdooit het, want het is helemaal bevroren. En dan kan ik er maandag mee beginnen. Hier ook een blaadje. Even kijken hoor. Met een hele uitleg. Ik heb volgens mij deze, die voor beginners. Omdat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het nu in de koelkast zetten. Dus ik heb dit pakket voor de 3 dagen. Heel benieuwd. Ik ben eventjes snel naar de stad gereden. Want ik heb vanmorgen een beetje mijn kamer opgeruimd. Dagmar heeft ook heel de kamer omgegooid. Als andere plek gegeven. En we willen dus allebei echt heel graag een tv in onze kamer. Ik wil hem hierboven, zo boven mijn bed. Maar ik wilde eigenlijk ook een ander dekbed overtrekken. Want die er nu op zit, die is roze. Maar de zon die schijnt op mijn kamer. Dus hij is, aan die kant is hij helemaal verkleurd. En ja, ik vind dat roze ook niet meer leuk. Ik ben eventjes naar de H&M Home gereden. En ik heb een beige gekocht. Deze. Voor 2,20 bij 2,40. Dus ik ga nu eventjes in de was doen. Maar kijk, even ook zo'n lekker structuurtje. En ik heb zeg maar 1 goed kussen. En die andere is heel... heel kut. Dus ik heb eventjes bij de Action een ander kussen gehaald. Dit zijn zeg maar gewoon van die tv-kijkkussens. Eigenlijk wil ik echt 2 van die hele grote tv-kijkkussens. Daarvoor ging ik bij de HEMA kijken net. Maar dat hadden ze niet. Dus dat is een beetje jammer. Misschien dat ik dat ga bestellen. Maar ik ga nu eerst eventjes deze in de was gooien. Zodat ik hem er morgen gelijk omheen kan doen. Ik heb echt letterlijk gisteren mijn bed verschoond. Maar ik wil gewoon dit nieuwe ding erop. Ik heb mijn dekbed lekker in de was gedaan. En er zijn de afgelopen dagen echt super veel pakketjes binnengekomen. En ik vind het eigenlijk niet zo leuk om veel pakketjes te laten zien in een weekvlog. Maar ik heb deze week ook echt heel weinig gefilmd. Dus ik dacht, ik ga het gewoon laten zien. Dan volgende weekvlog ga ik weer lekker veel filmen buiten de deur. Maar deze week heb ik oprecht ook gewoon echt geen reet gedaan. En volgende week staan er wel wat leuke dingetjes op de planning. Dus sorry voor als je dit niet leuk vindt. Maar ik ga het toch laten zien. Ik heb namelijk... even kijken. Oh, echt... 2 hele grote dozen van Joanne Store. En er zitten ook nog dingen in van Naked. Daar heb ik ook voor jullie een kortingscode van. Ik heb voor Joanne Store kortingscode. Ik heb dingen van... heel even uit. Maar ik heb dus ook van LA Sisters wat dingetjes gekregen. En de kortingscode voor jullie. Maar ik ga beginnen met 2 jurkjes van Opoly. Ik ga natuurlijk over 2,5 week alweer. Oh my god. Ga ik met Zoe naar Ibiza. En ik heb van Opoly 2 jurkjes gekregen. En eigenlijk... is een samenwerking voor op TikTok. Maar ik dacht misschien ook wel gewoon leuk om op YouTube te laten zien. Want ik ben echt fan van de jurk van Opoly. Ik heb er nu 2 volgens mij of 3 of zo. Ik vind ze allemaal echt super mooi. Als allereerst deze. Deze heb ik dus ook al in het groen. Die had ik dus aan op Ibiza. Maar toen zag ik dat ze hem dus ook in het wit hadden. Echt super blij mee. En die groene was eigenlijk een maatje te groot. Die had ik in een 8. Dus ik heb de jurkjes nu in een maatje 6. En die zitten echt veel beter. Ik zal het zo meteen wel even beter laten zien op de aanbeelden. En dan deze. Ik vind deze kleur echt, echt prachtig. Even kijken. Aan de bovenkant zit hij zeg maar zo. En dan heb je dus een gat bij je buik. En dan daaronder zit dit rokje. Hij zit echt super mooi. Die heb ik dus ook in de maat 6. Dit witte jurkje is echt, echt mijn nieuwe lievelings. Ik vind deze ook mooier staan dan die groene kleur die ik heb. En hij zit ook echt veel beter qua maat. Dit is dus die maat 6. Dus dat is een 34. En die zit echt perfect. Ik vind die zo mooi. Ik vind dit ook heel erg mooi. En dat je hier dan nog een stuk buik ziet. Ze hebben deze ook nog in andere kleuren. Ze hebben nu sinds groen, rood, lichtroze en wit. Deze jurk van Opoly vind ik zo mooi. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik de kleur helemaal leuk bij mij vind staan nu met dat lichtere haar. Ik denk dat het mooier was toen ik van mijn eigen haarkleur had. Maar ja, ik vind het echt heel erg mooi deze jurk. Hij zit dus hier... zie je dus helemaal open. En die mouw is zeg maar ook een spleetje. Zodat het een beetje zo'n fladdermouwtje heeft. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij is dus ook one shoulder. Heel erg mooi jurkje. Vind ik dit echt heel erg leuk. Voor Ibiza om mee te nemen ook. Dan ga ik even de dingen van LA Sisters laten zien. Dat zijn er 4. Allereerst een badpak. Dat gaat ook lekker mee naar Ibiza. Deze is echt heel lastig laten zien. Ik ga van... wat klinkt trouwens geen aanbeelden verder doen of zo. Dan moet je mijn Insta maar in de gaten houden.
Maar dit is het broekje. En dan heb je aan de bovenkant dus het topje. Zo, en die zit dan zo schuin om je heen. Echt super mooi. Ik heb deze in een maatje XS. Dan heb ik nog een ander badpak. Alleen ik vind de onderkant van deze wat minder mooi. Dus ik vind het leuker om dat gewoon met een broek zeg maar aan te doen bijvoorbeeld. Dat is dit badpak. Die zit dan ook weer zo schuin in je nek. Alleen aan de onderkant is die best wel groot. Dus ik krijg er een beetje een soort van... Ik heb natuurlijk zwemles gegeven. En die badpakken waren ook best wel groot aan de onderkant. Dat doet me een beetje daaraan denken. Dus ik vind het leuker om dit zeg maar als topje met een broek te dragen of zo. Ook in een XS. Dan heb ik een heel erg mooi zwart jurkje. Even kijken. Ik heb het gisteravond al gepast. Dus het zit een beetje in de knop. Zo. Van de voorkant is hij gewoon heel simpel little black dress. Maar aan de achterkant is hij dus helemaal open bij je rug. Met mooie touwtjes. Echt onwijs mooi. Ze hadden deze ook in het wit. Maar ik dacht misschien dat die doorschijnt. Dus ik ga deze voor zwart. In een XS. En dan heb ik nog een setje. Bij elkaar past. En dat is allereerst een zwarte rok. Heel erg mooi. En dan zitten er dus ook weer twee van die touwtjes die je dus heel mooi om je middel heen kan doen. In een XS. Met een top erbij. En dat is zo'n bandeau top. En dan kan je hem of zo strikken of je kan deze naar je nek doen en die ander in je rug. Dus dat zijn de items van LA Sisters. Dan het andere jurkje van LA Sisters. En ik zie nu dat ik hem binnenste buiten aan heb. Beetje stom. Maar het idee is hetzelfde. Kijk, zo zit hij dan op je rug met van die touwen hier. En dan daar ook nog een touw. Hij lijkt eigenlijk een beetje op die van Naked Net. Maar deze sluit wel ietsjes mooier aan. Dit is echt een soort van badstofspul. Echt heel erg mooi vind ik deze. Ook zeg maar als je zo aan de zijkant staat. Zie je hier dus ook nog wat huid. Dit is het setje van LA Sisters. Ik weet niet of die touwtjes zo horen, maar ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Dan zit hem... Vanaf de achterkant. Heel erg mooi. Topje moet wel zeggen, er zit vulling in. Ik denk dat ik dat eruit ga halen, want dat vind ik wat mooier. En ik weet nou niet of ik hem zo leuker vind. Op de website staat hij dus zo naar je nek toe. Maar die kan die touwtjes natuurlijk ook naar achter vastmaken. Dan heb je gewoon een bandeau top. De rok vind ik ook wel echt heel erg mooi. Ik denk niet dat je het ziet op camera, maar even hier ook van die plooitjes. Heel erg leuk. Dan ga ik door met de items van Joanna's Store. Kijk, daar heb ik ook echt allemaal hele leuke items van mogen ontvangen. Allereerst dit topje. Het is zo'n tanktop wat je eigenlijk ook bij de Zara nu steeds ziet. Maar dan zwart-wit gestreept. Vond ik echt heel erg leuk met deze broek. Die ik ook bij hun heb uitgekozen. Dat is deze. Ik heb echt oprecht spijkerbroekencrisis. Echt gewoon bijna alles is te groot. Of zit niet meer mooi. Hij is wel iets te lang, zei ze waarschijnlijk, maar de onderkant is dus zo gerafeld. Dus dan kan je het ook zelf afknippen. Dus dan zie je niet echt verschil. Die heb ik in een maatje 34. Die zou ik zo moeten aantrekken, wel even met die top. En ik dacht leuk met deze hoed erbij. Ik moet zeggen, die ketting is niet helemaal mijn stijl, maar die kon je er afknippen, zei ze. En ik vind hoeden gewoon heel erg leuk. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk met dit topje en dan met deze broek. En... dat is dus deze. Want ik had nog niet een zwarte hoed. Een hele zwarte. Dan echt een super leuk topje. Ook voor Ibiza. En dat is deze met die glittertjes. Zo'n corset top. Met allemaal glitters. Die komt als het goed is morgen woensdag om 5:30 op hun website. Is die verkrijgbaar. Staat er nu nog niet op. De rest wel. En dan heb ik echt nog iets super 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 gaafs. En dat is deze winterjas. Kijk dan. Op camera lijkt hij een beetje een iets andere kleur groen. Maar het is echt... ja, een beetje dezelfde kleur groen als mijn Balenciaga tas. Maar ik vind deze zo vet. Ik vind deze echt heel erg gaaf. Ik heb deze in een maatje S volgens mij. Ja, in een S. En ik ben hier echt, echt heel blij mee. Die zal ik hem ook wel even voor jullie aantrekken om te laten zien. Dit is de streepjes top met spijkerbroek. Hij is inderdaad wat te lang. Maar dat wist ik van tevoren al. Dus die moet ik gewoon eventjes inkorten. Even gewoon knippen. Verder is hij echt super high-waisted. Mijn navel zit hier en dan komt het hier. Vind ik wel echt heel erg lekker. Ook voor in de winter met een grote trui eroverheen. Of gewoon überhaupt een trui dat niet zo die winter ondergaat. Echt een heel lekker broekje. Leuke gaten ook op de knieën. Echt lang geleden dat ik zo'n broek heb aangehad. Maar ik vind het eigenlijk wel echt weer heel erg leuk. En ik dacht, dat is dus wel heel erg leuk. Het outfitje met die hoed op. Kijk. Heel erg leuk vind ik dit. Ik zou dit er zelfs wel afhalen, die ketting. Maar ja, het zit er wel op voor als je dat wel leuk vindt. Dat is die. Ook gelijk even die jas aantrekken. Die is zo geweldig, jongens. Ik vind hem echt helemaal op het einde.
Ik heb nu geen make-up op, dus mijn gezicht ziet er niet echt uit. Maar kijk even hoe leuk deze jas is. Oh, ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind die kleur echt geweldig, sowieso. Kijk. Hoe leuk en lekker voor de winter. Echt heel erg blij mee. En dan zal ik nog eventjes het glittertopje voor jullie aantrekken. En dit is dat glittertopje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Straks voor de feestdagen, maar ook gewoon voor met uitgaan of zo. Met een zwarte cargo jeans eronder. Echt heel erg leuk. En dan gaat dus aan de achterkant dicht met een rit. Soms heb je natuurlijk met van die corsettops van de Zara dat er niet echt een rit in zit of een halve rit. En dan krijg je hem echt super lastig aan. En als je hem dan aan hebt, zit hij best wel los. Maar dit is dus echt top. Deze heb ik in een maatje S volgens mij. In een XS geweest. En dan heb ik nog allemaal items van Naked gekregen. Daar heb ik ook weer een kortingscode van. Ik zal alle kortingscode ondertussen wel gewoon eventjes in beeld zetten. Dat is misschien wat makkelijker. Bij Naked heb ik ook weer setjes uitgekozen voor op Ibiza mee te nemen. En allereerst deze rok. Deze. Het is een beetje van zo'n soort badstofstofje. En dan daarboven heb je weer van die twee touwtjes. Dat je die zo omhoog kan dragen. Vind ik echt heel erg mooi staan. Deze heb ik in een maatje XS. Ik had hem ook wel in een XXS kunnen nemen. Want hij valt best wel een beetje ruim. Maar goed. Die dus. En er zit ook een topje bij. Even zoeken waar ik die heb gelaten. Deze. Echt heel erg schattig. Deze heb ik wel in een XXS. En die zit echt perfect. Je kan hem ervoor kiezen om hem gewoon zo te dragen. Of die touwtjes nog in je nek te doen. Heel erg leuk voor mee naar Ibiza. Gaat sowieso mee. Dan deze set lijkt een beetje op die van daarnet. Deze touwtjes heb ik nu eventjes geknoopt. Maar die kan je natuurlijk ook zo in je nek doen. Hij is hier dus een beetje groot. En die touwtjes die zitten ook best wel los. Maar ik vind het idee wel heel erg leuk. En op een foto zie je op zich toch niet dat het een beetje te groot is. Heel erg schattig. De lengte vind ik wel ietsjes minder. Dus dat vind ik bij die ander wel leuker. En die ander zit natuurlijk ook helemaal strak. Ik denk dat ik dat ook wel leuker vind. Maar ik vind het wel een heel erg leuk setje. En het stofje voelt echt super lekker aan. Echt zo'n lekker badstofstofje. Daar hou ik echt van. Dan heb ik een ander heel erg leuk setje. En deze vind ik zo mooi. Deze rok heb ik wel in een XXS. En die zit echt perfect. Het is een heel lange beige rok. En er zit ook een split aan de zijkant. En daar hoort dus ook een topje bij. Het topje heb ik in een XS. Die had ik ook beter in een XXS kunnen nemen. Ik zit heel de tijd de site in de gaten te houden of ze hem nog op voorraad hebben. Want dan bestel ik hem zelf gewoon na. Maar tot nu toe nog niet helaas. Maar op zich past deze ook wel gewoon daar niet van. En dat is dus dit topje. En dan kan je die touwtjes kan je gewoon zeg maar hiervoor een knoopje maken. Of je kan hem ook weer zo mooi kruisen in je nek. Echt onwijs blij mee. Dit is echt mijn lievelings van heel de shopblog van Naked. Dan dit setje dus echt mijn favoriet. Die rok sluit echt super mooi aan. Echt heel erg blij dat ik hier een XXS van heb genomen. Met dat split zo bij je been. En dit is het topje die erbij hoort. Hierachter heb ik best wel wat stof wat een beetje bungelt. Dus daarom dat hij op zich wel een XS had gekund. Maar ik vind hem zo ook wel... Of een XXS bedoel ik, want dit is een XS. Maar ik vind hem zo op zich ook wel mooi zitten. Ik heb er nu verder geen BH of zo onderaan. Misschien dat ik er tapeplakkers op zou doen. Voor als ik hem naar buiten zou dragen. Maar echt heel erg blij met dit setje. Dan heb ik een gehaakte jurk. Met een hele mooie achterkant. De voorkant vind ik niet heel bijzonder. Maar ik vind vooral de achterkant heel erg mooi. Want ze is helemaal open bij je rug. Verder is het gewoon een hele lange gehaakte jurk. Deze heb ik in een maatje XS. Dan deze lange jurk. Zoals ik zei vind ik de voorkant niet per se heel bijzonder. Ik hou van mannen ervoor. Het schijnt een beetje door. Maar ik vind vooral de achterkant echt super mooi. Dus deze gaat ook denk ik mee naar Ibiza. Ga ik foto vanaf de achterkant maken. De lengte is wel echt top. Ik vind het echt wel een mooie lengte voor een maxi dress zeg maar. Niet te lang, niet te kort. Dus de rest is echt top. Dan het topje wat ik nu aan heb is ook van Naked. Die heb ik dus al aan vandaag. Dat is deze. Gewoon een long sleeve die mooi aansluit. Echt heel erg chill. Volgende Naked bestelling ga ik deze echt nog in andere kleurtjes bestellen. Want ik vind hem echt heel erg lekker zitten. En ik heb deze in een XS. Dan een sweater. Ik had deze sweater vorig jaar in het wit toen van Naked. En ik zag dat ze hem nog steeds hadden. En nu ook in het grijs. Ik vond het zo'n lekkere sweater. Dus die heb ik besteld voor de herfst. Gewoon een hele simpele grijze sweater. Maar hij is gewoon echt super lekker zacht van binnen. Ik heb hem in een maatje XS. En hij valt ook best wel
oversized. Wat ik ook wel leuk vind met bijvoorbeeld een bomberjas of zo eroverheen. Of een leuke trenchcoat of zo. Dus dat is die. Dan deze heerlijke trui. Echt, ik vind dat halsje ook heel erg leuk. Dat die dus iets meer naar je nek toe zit of zo. Vind ik leuk met wat kettingjes. Hij is dus best wel lang en wijd aan de onderkant. Maar ik vind hem dan leuk om dan zeg maar een beetje onder mijn BH te doen. Of in mijn broek te doen zo. Heel erg chill truitje. En hij is ook echt mega, mega lekker zacht. Ik weet niet of je dat goed ziet. Maar hij is in ieder geval echt heel erg zacht. Ze hebben ook dus nog in het wit en ook nog in het blauw. Dan krijgen wij dus in oktober, als het mee zit, onze nieuwe bank. We hebben dus een nieuwe bank, nieuw kleed, nieuwe eettafel, nieuwe tv-meubel. Dus onze hele woonkamer wordt aangepast. Dus we wilden ook nieuwe kussentjes. Dus ik zag toen deze twee bij Neten, want je hebt daar dus ook een home-afdeling. En toen dacht ik, die vind ik wel heel erg leuk. Ik weet niet of ze leuk gaan staan op de bank, omdat onze bank best wel een beetje de soortzelfde kleur gaat worden. Alleen ietsjes donkerder. Maar even kijken, anders leg ik ze gewoon in mijn eigen kamer. Maar daar heb ik er dus twee van. In de maat 50x50. Dan heb ik echt nog een heel erg leuk topje voor uitgaan. Of als je ooit een white party hebt. Ik ga hem ook gewoon meenemen naar Ibiza. En dat is dit topje. Echt heel erg leuk met allemaal van die sliertjes eraan. Echt een heel erg leuk topje. Deze heb ik in een maatje 34. Ook mooi op een lange witte pantalon of zo, of een zwarte. Dit topje vind ik zo leuk. Ook leuk op een spijkerbroek, vind ik eigenlijk wel. Maar ook leuk met bijvoorbeeld een zwarte pantalon en dan een zwarte blazer eroverheen. Of met een witte pantalon of met een spijkerbroekje. Vind ik echt heel erg leuk. Ook leuk voor uitgaan en zo. Ja, echt een leuk topje. Dan heb ik nog een corset top. Ik vind corset tops echt super mooi. En die van Naked zit ook echt heel erg chill. Deze is net even iets anders. Deze heeft namelijk, of je dat goed kan zien, een soort hartjesvorm bij je borsten. Vind ik ook wel echt heel erg mooi met een pantalon eronder. Deze heb ik ook in een maatje 34. Dan deze top. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Ik twijfelde heel erg tussen een XS of een XXS. Ik moet zeggen, ik had op zich ook wel een XXS kunnen nemen. Want hij zit best wel wat wijder. Hij rekt ook heel erg mee aan de achterkant. Want hij heeft zo'n stretchband. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Ook leuk voor kerst en zo. Nou, daar wil ik nu echt nog niet aan kerst denken, eerlijk gezegd. Maar wel een heel erg leuk topje met een blazer eroverheen of zo. Zoals die. Maar ook gewoon heel erg leuk te combineren op een spijkerbroek. En dan zwarte hakjes of zo eronder. En dan als laatste heb ik een jurkje. Ook weer een little black dress. Deze vind ik ook zo mooi. Hier bij de voorkant heeft hij dus hier gaten. En dan op je rug is hij ook weer open met een kruis. Hij heeft ook een beetje schoudervulling. Vind ik vaak ook wel mooi. Niet te veel. Dat heeft hij ook gelukkig niet. Verder is het gewoon een heel simpel zwart jurkje. Ik hoop dat hij past. Hij ziet er best wel groot uit. In een XS. Deze jurk vind ik ook heel erg mooi. Ik vind dit ook mooi dat je hier nog een beetje huid ziet. Hij is wel een beetje wat aan de grote kant. Ik had beter een XXS kunnen nemen. Again. Maar goed. Dit is de achterkant. Die vind ik echt. Oh, die vind ik echt heel erg mooi. Ook straks met de feestdag en zo. Ja, ik weet niet waarom ik het steeds over kerst heb hoor. Want ik heb er helemaal geen zin in. Geef me maar lekker zomer. Maar ja, ik vind het wel echt heel erg mooi met dan die kettingjes zo eruit. Heel erg leuk. Dus dat zijn alle items die ik van deze merk heb mogen ontvangen. Kortingscode staat in de beschrijving en heb ik in beeld gezet als het goed is. Ik ga eventjes alle items voor jullie aantrekken, zodat jullie het ook kunnen zien. Is misschien wel leuk. Ik denk dat ik dat tussen de beelden al door doe. Dus dat hebben jullie als het goed is dan al gezien. Verder vanavond ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. Biba appte er straks wat ik ging doen vanavond. Die moet tot 10 uur werken. Dus misschien dat die daarna hier even langskomt. Ik heb echt geen idee. Mijn bed is nog aan het reizen. Als je kon horen, ik ben zo blij als ik hem eruit kan halen. En morgen lekker over mijn nieuwe bed heen kan gooien. Of over mijn bed heen kan gooien. Echt. Oh. Van sommige dingen, dan denk ik echt, oh, Fleury wordt echt oud. Dus je hier blij van wordt, is echt niet best. Want we hebben dus laatst nieuwe handdoeken ook gekocht. Ik zal wel laten zien. Daar word ik ook zo blij van toen die helemaal mooi opgerold lagen. En nou, nu dan weer dat dekbed. Ja, je hoort de wasmachine nu. Maar kijk, even hoe leuk dit eruit ziet zo. Al die nieuwe handdoekjes. Nou, die zijn allemaal nieuw. Heel erg leuk. Maar goed. Ja, ik ga even alle items aantrekken. En aan jullie laten zien. Thank you.
Het is vandaag zondag. Echt een hele chille zondag. Ik heb echt niks gedaan. Ik ben wel even naar Zara geweest. Want ik had echt nieuwe spijkerbroeken nodig. Alleen die heb ik niet kunnen vinden. Ik heb wel 3 andere dingetjes. En ik heb mijn nieuwe bedje opgemaakt. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Kijk, alleen dit is dus dat kussen van de Action van gisteren. En dat is een ander die ik al had. Maar die is iets kleiner. Dus ik ga denk morgen bij de Action nog even 1 zo'n kussen halen. En dan kan die weg. Dus het is gewoon gelijk. Lekker zacht kleedje erbij. Echt helemaal blij mee. En dan binnenkort komt hier boven lekker een tv. Echt zoveel zin in. Echt heerlijk. Maar goed, ik heb dus vandaag niet zo heel veel gedaan. Sarah items zal ik wel in de volgende weekvlog laten zien. Want er zitten al best wel veel kledingdingen in deze weekvlog. Ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Ik ga nu lekker Meisje van Plezier kijken in de woonkamer. En lekker chill zondag jouwen.